Sportoase is veel meer dan sport alleen. Coach, dit moet wel deugd doen, hè? Ja, ontzettend veel deugd. Jongens ook, hè. Eindelijk ontlading van het resultaat een keer naar je toe kunnen trekken. Gelukkig zijn we erin blijven geloven, want je gaat hier naartoe naar Sereng en dan weet je, het wordt een super zware wedstrijd. 21 op 21 hadden ze, 17 goals voor, 2 tegen. Nou, dan kom je hier naartoe, ze staan tweede. En wij zitten in een fase waar het nog niet allemaal zeg maar, lekker in, ja, naar ons toe trokken. Zeg maar, hè. Dus het, ja, dan ga je hier beginnen en dan weet je, de eerste kwartier zal je het moeilijk krijgen. Dat was ook zo. Voor hetzelfde geld kan je ook achterstaan, daar moeten we wel eerlijk in zijn. Maar daarna denk ik dat we heel goed onze eigen ruimtes benut hebben en kom je 1-0 voor met Emmo. En eigenlijk hadden we daarvoor al 1-0 moeten staan, en ook met Emmo trouwens. En hebben we ook nog een kans met William. Nou, uiteindelijk moet ik zeggen, de tweede helft wist ik, als je dit weer 10 minuten vol kon houden, dat er steeds meer ruimte zouden komen op middenveld. En als je dan rustig zou blijven in balbezit, ja, dan komen je kansen wel weer. Nou, ik denk dat we er vandaag weer 6-7 hebben gehad. En eigenlijk al lang die derde hadden moeten maken. En dat is eigenlijk het enige probleem. Want ja, nu valt er nog een goal. Ik hoor wel dat het buitenspel was trouwens van de mensen. Maar oké, hij zit erin, dan is het 2-1. En dan moet je nog zo hard werken om die overwinning binnen te halen. Maar ja, uiteindelijk als het dan lukt, ja, chapeau voor de boys. En ik ben super trots. En natuurlijk geeft dat een goed gevoel. Ja, ik wilde net zeggen, de eerste kwartier heeft Serain enkele leuke kansen gehad. Maar dan komen we erop en erover. Winnen we toch dat vertrouwen en maken we eindelijk die kansen een keer af. Ja, nou ja, nogmaals. Het hadden er nog veel meer moeten zijn eigenlijk, Rudy. En de goal van Emmo is heerlijk, want die valt op een lekker moment. En dan de moment van waar Saïd de goal scoort is ook heerlijk. Hè? 5 minuten net naar rust. Trouwens na een goede actie van William, die weer keihard gewerkt heeft. En dan sta je 2-0 en dan denk je van, oké, het zal toch niet gebeuren dat we dat echt gaat lukken. Nou ja, en dan probeer je de jongens scherp te houden en niet achteruit lopen. Ik had een ander tactisch plannetje bedacht om tegen Sereng hier te spelen. We zakten wat meer in, we hielden het veld vrij compact. En het lukte en uiteindelijk win je 2-1. Ja, dan denken we inderdaad, kwartier voor tijd, die wedstrijd is tussen aan het voortkabbelen, 0-2 voor. Sereng geloofde er zelf bijna niet meer in, denk ik. En dan toch, jammer genoeg, alweer een fataal foutje, dat toch bij ons. Hè? Dat is het werkpunt. Nou ja, een foutje zit weer mis. Hè? Maar ja, oké, kan gebeuren. Hè? Voetbal bestaat uit fouten. En als er geen fouten gemaakt worden, wordt er bijna nooit gescoord. Dus dat moet je ook niet vergeten. Alleen hetgeen dat weer bij ons gebeurt, dat is wel toevallig. Maar, nogmaals, ik over de hele wedstrijd gezien denk ik dat het wel toch terecht was qua kansen dat we hebben gewonnen. Als we een beetje optimistisch zijn, die heenronde, och, dat was maar voor het oefenen. De terugronde is nu vandaag begonnen. Nu gaan we ervoor. Is de eerste. Hè? Ja, ik moet zeggen, we hebben nu 3 keer Sereng gehad. Hè? Daar hebben we er 2 van gewonnen, 1 gelijk. Dus dat is niet slecht. Nou, volgende week weer. En laten we hopen dat we daar ook wat kunnen zeggen.